Ice Queen is geschreven in Woningsveen. Toen de tijd nog op het huis van mijn ouders. Ik maakte muziek. Dan ging ik het kamertje uit. Dan ging Sharon naar binnen. En dan nam zij haar zanglijn op. En dan kwam ik terug en dan dacht ik van... Vet. Ja, dan gingen we kijken naar welke zanglijn dan beter was. Die van hem of die van mij. Want je had altijd Dat was wel heel duidelijk dat dit altijd die van haar waren. Dus ja. Dat. When leaves have fallen, the skies turn to gray. The night keeps on closing in on the day. A nightingale sings a song of farewell. You better hide for a freezing hell. Het is meer een gevoelsmatig liedje over de natuur eigenlijk. En dat is een soort metafoor voor de ijskoningin die dan... Voor de winter. Voor de winter die komt en ja. En de wereld verandert. Ja. Dat is eigenlijk wel een kerstliedje. Perfect voor de tijd van het jaar. Dus die plaat kwam uit en werden de optredens groter. En werden we ook geboekt voor grote metal festivals, maar ook voor Pinkpop en Lowlands. En toen wij kwamen, heel dat veld stroomde vol. Ja, gewoon helemaal vol. Ja. Maar je zegt het alsof het je verbaast. Nee, maar het heeft ons vanaf dag één verbaasd. Ja. Maar heb je er inmiddels een verklaring voor, 20 jaar later? Nou, ik denk dat het toch wel verfrissend was waarschijnlijk. En ik denk dat mensen ook wel houden van soms een randje aan muziek ook. Een beetje stevig randje. Maar tegelijkertijd ook aan een soort romantiek, geheimzinnige dingen erin. Hoe dat voelde destijds, is dat er een soort enorme kracht achter ons zat. Waar we zelf geen controle over hadden, maar dat je op een soort van golf zat die maar groter en groter werd. En je voelde gewoon dat er iets aan de hand was. En dat was de eerste keer dat we beseften van oké, hier gebeurt iets wat heel bijzonder is, voor ons in ieder geval. Is Ice Queen jullie doorbraak geweest? Ja, het is absoluut onze doorbraak. Ja, het is voor ons echt de kick-off geweest. En ook naar onze internationale carrière toe heeft dit het gewoon mogelijk gemaakt. Dit was echt de start. Ja. Gewoon vooral voor ons veranderde, is dat we toen echt onze baan opgezet hebben en er toen helemaal voor gegaan zijn. Dus de droom kwam wel uit met Ice Queen, ja. Dit is gewoon een jasje wat ik aangehad heb tijdens de tour. Maar die heb ik gekocht in Amerika. En dit is een van die hoofdtooien. Die vond ik echt zo helemaal te gek. En zo'n corset. En dit was met een hele grote rok eronder. En een cape met opstaande veren. En over de top. Maar ik vind het toch wel leuk om wat speciaals van te maken in zo'n grote zaal. Dus ik heb alle jurken nog. De helft ligt bij mijn ouders thuis. Want ik kan het niet meer kwijt. Elke keer als Sharon weer terugkomt van optredens en ze even van die backstage passen, dan hangt ze die aan een haakje. Ja. Nou, dit is nog een soort Ice Queen tijd Mother Earth backstage pas. Het is wel representatief van de shows die we gedaan hebben. Het is gewoon één grote ketting van herinneringen eigenlijk. Ja. Ik ben begonnen met Olivia Newton-John, dus eigenlijk een beetje country muziek. En The Grease was mijn grote liefde altijd als kind. En vanaf het moment dat ik kon praten, kon ik ook zingen. Dus dan stond ik voor de spiegel en had ik al een microfoontje en een opnamerecordertje van mijn ouders gehad. Toen was ik 4 jaar oud, ja. En Mariah Carey in het begin? Mariah Carey is wel heel technisch. En ik vond het gewoon heel leuk om die hele hoge noot uiteindelijk te kunnen zingen. Dus nou, mijn ouders werden echt helemaal gek. Van, kan je nou alsjeblieft een keer een hele nummer zingen in plaats van die ene hoge noot? Welke was dat? Ja. Emotions. Het was vooral voor mij om te leren, hoe kan ik wat zij dat doet? En dat deed ik met al die zangeres die ik te gek vond. Ging ik luisteren en dan ging ik net zo lang zingen tot ik het kon zingen. Ja, dit was mijn Flying V, dus de gitaar die ik gebruikte ten tijde van Mother Earth. Nou, heb ik me laten vertellen, Robert, dat jij gestopt bent met muziek maken om voor de kindertjes te zorgen. Dat klinkt heel mooi, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ik ben alleen gestopt met toeren. We wisten natuurlijk wel dat toen we aan kinderen begonnen, dat eraan ging komen en dat het logisch was dat zij natuurlijk gewoon door bleef spelen. Ik deed precies hetzelfde als wat ik daarvoor deed. Gewoon de muziek schrijven en de live shows ontwerpen. Maar ik ben nooit echt een muzikant geweest. Ik vond het altijd veel leuker om dingen te bedenken.
en spelen en oefenen, dat is nooit mijn ding geweest. Nee? Nee. Nee, echt niet. Mensen denken ook altijd gelijk dat je heel goed kan spelen en speel ze dit of dat. Ik kan bijna niks, joh. Ja. Ik heb in mijn band zitten nu 2 waanzinnige gitaristen. Die kunnen echt spelen. Niet te hard lachen, hè? Ja. Haven't you seen the ruins of our world?